De Culturele Unie Suriname herdenkt ook dit jaar 145 jaar Hindoestaanse immigratie met een bloemenhulde bij Baba en Mai. Op 5 juni 1873 hebben de eerste Hindoestaanse contractarbeiders in Suriname voet aan wal gezet. Dit jaar is volgens Aneel Manoret, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, een stuk uit ons volkslied Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand, heel belangrijk en mooi verwoord. Het gaat vandaag niet alleen om de Hindoestanen, maar om de gehele Surinaamse gemeenschap, benadrukt Manoret. Iedereen die in Suriname woont, we zijn ooit van ergens naar Suriname gekomen. En het is belangrijk dat we samen bundelen en samenwerken om deze natie hogere hoogtes te brengen. Ik feliciteer u met de dag. En het is een herdenking, maar we gaan het ook vieren omdat ik heel erg trots en blij ben dat mijn voorouders de keuze hebben gemaakt om vandaag de dag hier te blijven in Suriname. Dat wij en ik zeker namens mij dat ik een beter bestaan heb. Anders wist ik niet. Misschien was ik Bollywood-acteur geworden, maar ik ben best wel tevreden dat ik vandaag de dag hier in Suriname ben. Volgens vice-president Ashwin Adin is het bekend dat er enorm veel is meegenomen naar Suriname toen onze voorouders hier aankwamen. Van de bijkans 34.000 contractarbeiders zijn er 11.000 terug naar India gegaan na hun contract, gaf de vice-president aan. 2/3 is gebleven met 100 SRD. Hij dacht, wat doe je met 100 SRD? Het is typerend voor wat onze voorouders hebben achtergelaten. Ze hebben hard. Geen SRD, gulden, ja. 100 gulden. En het is typerend omdat, wat hebben ze achtergelaten? Ze hebben voor ons welvaart of welzijn, dat is de vraag. En wie staat dan die twee termen door elkaar? Maar als je de definitie van welvaart kijkt, is welvaart dat je doet, is behoeftebevrediging aan de hand van schaarse middelen. Dat is welvaart. Je moet aanspraak maken op schaarse middelen, zijn van de staat of wat. Maar dat kost geld om welvaart te brengen, maar welzijn is welvaart plus behoeftebevrediging dat geen geld kost. Dingen die gelukkig maken, is het de omgeving, is het milieu. Maar het zijn ook zaken als liefde voor elkaar. Zaken die de voorouders hebben meegenomen met de verschillende culturen hier hebben opgebouwd, waar we trots op mogen zijn dat we vandaag nog hier zijn in plaats van uit elkaar gerukt, als in vele naties het werkelijk gebeurd is. Tot zover vice-president Ashwin Adin vanmorgen tijdens de bloemenhulde bij het monument van Baba en Mai. Vandaag herdenkt Suriname 145 jaar dat de eerste contractarbeiders uit India voet aan wal hebben gezet in Suriname.